Zo. Nou, zo, laat ik maar eens even koffie zetten. Eens kijken hoor. Water in het keteltje. Eens kijken hoor. Ik zet nog op de manier zoals het mijn grootmoeder nog deed. En mijn grootmoeder die heeft het weer wel overgebracht naar mijn moeder. Dus en mijn vader ook. Die heeft nog helemaal de originele wijze zoals men zo ruim 100 jaar geleden in Nederland in algemeen koffie werd gezet. En we hebben dankzij haar het overgenomen. En mijn ouders vonden die koffie zo lekker dat zij ook op die manier zijn gaan zetten. En ik vond die koffie van mijn ouders zo lekker dat ik het van mijn ouders heb overgenomen. Maar het neemt wel vrij veel tijd in beslag. Het kan een klein half uur duren voordat ik ook een drinkklare kop koffie heb. Dus... Ik ben zeer gevoelig voor hitte en hoge temperaturen. En ook met inschenken kan je zo een lik van een wolk stoom over je hand heen krijgen. Nou, dat is geen plezierig gevoel. Dus zelfs het knopje van de ketel kan zo gloeiend zijn dat ik daar mijn vingertop heel gemeen aan heb gebrand. In een ogenblik van onderbewustheid ken ik mijn hand zomaar naar die... Naar die metalen rand, hoe die daar terecht kwam. Het is een raadsel, maar het gebeurde wel. Nou, ik verging van de pijn. Hand onder koude kraan. Ik vind het zo'n erg incident dat voor mij dan de hele dag verziekt is. Dan kan ik niets meer doen, zelfs de volgende dag heb ik het soms niet eens verwerkt. Dus, nou, over 5 minuten opnieuw opschenken.